Dus nogmaals, welkom bij dit Circle webinar over ontdek jouw circulaire business potentie. Ja, de nadruk vandaag ligt vooral op waar liggen nu de kansen van de circulaire economie. Dus hoe kan ik bezig gaan met wat het mij nou echt als ondernemer kan opleveren? Waar zit dan die potentie in mijn keten? Waar zit dan die waarde? Wat kan ik doen om die waarde ook daadwerkelijk om te zetten in business? Met dat onderwerp gaan we aankomend anderhalf uur aan de slag. En we hebben daar de samenwerking met onze expert Jona Link. Die zal het verhaal de rest van het webinar ook tot zich nemen. We gaan er zeker naar streven om uiterlijk half vijf af te ronden. Gedurende het verhaal van het webinar zal Jona op een aantal momenten de gelegenheid stellen om vragen te stellen. Wij stellen voor dat jullie die vragen dan in de chat plaatsen. En Jona en ik zullen de chat screenen en de relevante vragen proberen we plenair te bespreken. En afhankelijk van de tijd kunnen we daar wat meer of wat minder vragen bespreken. Goed om te weten is dat het webinar wordt opgenomen. De relevante content komt ook allemaal in onze kennisbank terecht. Dus weet dat dat aan het gebeuren is. Ja, we staan allemaal op mute. Even kijken. Jona, mag je de volgende slide laten zien? Voordat we van start gaan met het webinar, iets meer achtergrond over Circo. Circo is een programma van ClickNL. En ClickNL is een kennis- en innovatienetwerk van de topsector creatieve industrie. En het programma dat wij voor ClickNL uitvoeren is onderdeel of geeft invulling aan het uitvoeringsprogramma van circulaire economie 2019 tot en met 2023. En we weten allemaal dat we ernaar streven om in 2050 volledig circulair te zijn. Nou, wat doen wij vanuit Circo? Wij faciliteren groepen bedrijven en creatieve professionals om te starten met circulair ondernemen of om volgende stappen te zetten. En met daarbij het ontwerp als motor. Wij worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook een groeiend aantal decentrale overheden zoals provincies, financiële instellingen en andere private partijen financieren dit programma. Volgende slide, Jona. Ja, dan komt nu het moment dat ik jullie graag introduceer bij de expert voor de rest van dit webinar. Dat is Jona Link en hij zal jullie inhoudelijk meenemen in dit verhaal. Dus Jona, the floor is yours. Dankjewel Linda, dankjewel. Welkom in ieder geval allemaal. Super, super dat jullie hier zijn. Even een korte outline van wat we gaan bespreken en hoe dat er over de tijd ongeveer uit gaat zien. We hebben nu een introductie. Ik zal mezelf zo ook introduceren. Maar we gaan zo in op waarom circulaire business. Van waardeverlies naar circulaire kans. En dan van circulaire kans naar businesspotentie. Van businesspotentie naar circulair businessmodel. En dan van die businessmodel naar het herontwerpen van jouw product. Uiteindelijk wil je van een herontwerp natuurlijk naar realisatie van die businesspotentie. En ik hoop jullie eigenlijk hier allemaal in mee te kunnen nemen. En nogmaals, mochten er vragen zijn, gebruik vooral de chatfunctie. Ik houd het in de gaten, Linda houdt het in de gaten. En zo kunnen we er een mooi sluitend verhaal van maken. Om dan rond 4 uur af te gaan ronden met een Q&A. Waarin nog een keer een gelegenheid is om wat extra vragen te stellen. Ook over het programma Circo zelf of over de inhoud van dit webinar. Nou, wie ben ik? Mijn naam is Jona Link. Ik werk als adviseur bij New Economy. Wat ik doe is, ik meet de economische, ecologische en sociale impact van bedrijven, van producten. Ik doe schaduwkostenberekeningen, business case berekeningen. Een hele hoop. Ik heb een achtergrond in milieuwetenschappen en bedrijfs- en innovatiewetenschappen. En die twee perspectieven probeer ik eigenlijk altijd samen te brengen om te kijken van wanneer kun je nou business creëren en tegelijkertijd milieu-impact realiseren. Binnen Circo ben ik nu ook een jaar ongeveer actief nu als team support digitaal, maar ik heb ook meegewerkt aan de Circo e-demo en samen met mijn collega's Pepijn Duivestein en Iris Grobbe bijgedragen aan de strategie rondom decentrale overheden.
ja, de inhoud wil ik eigenlijk met jullie doornemen aan de hand van deze vragen. Waar zit namelijk de waarde van en waardeverlies van jouw product in de keten? Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde? En hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw bedrijf te creëren en tegelijkertijd minder afval en verlies van grondstoffen te realiseren? Welke aansluitende businessmodellen kunnen worden ingezet om die waarde te benutten met circulaire business? En dan met welke designaanpassingen zijn er mogelijk om die potentie van deze waarde nog beter te kunnen gaan benutten? Mochten jullie van tevoren al vragen hebben over deze vragen, dan is dit het moment om in de chat deze vragen op te stellen. En dan kijk ik of we die in de loop van het verhaal mee kunnen gaan nemen. En anders dan ga ik gewoon verder, want ik heb eigenlijk wel een vraag. Ik ben heel erg benieuwd wie jullie zijn. Daarvoor hebben we een poll. Die poll die zal ik nu gaan starten. Als het goed is, zien jullie nu een poll voor je. En dan kun je invullen of je werkzaam bent voor een producerend bedrijf. Of je adviseur bent. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig wie ik voor me heb. Wie wij voor ons hebben. Nou, dat schiet al, gaat al rap. Mensen hoeven gelukkig niet lang na te denken over waar ze werken. Het is soms in sommige gevallen natuurlijk wel moeilijk als je adviseur of externe werkt voor een producerend bedrijf. Ja, zit je hier dan voor een producerend bedrijf of als adviseur? Ik kan me voorstellen dat je daar dan even over twijfelt. We hebben nu 66% van de antwoorden binnen. Ik weet niet of dat representatief is, maar ik laat zeggen dat we nog even... Ja, kijk, er beginnen al wat meer antwoorden binnen te stromen. Ja, nu 75%. Dat vind ik representatief genoeg. We zien dat veruit de meeste mensen voor een adviesbureau werken. Dat we enkele architecten hebben, wat studenten, netwerk- en activatiepartners voor Circo. En ook een aantal producerende bedrijven, zoals in de bouw. Daarnaast heb ik eigenlijk nog een vraag. En dat is namelijk waarom je hier bent. Daar zijn we eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Het gaat al een stuk sneller. Jullie hebben de smaak te pakken. Nou, we hebben nu ook weer 75% van de stemmen binnen, wat ik genoeg vind. Ja, de meeste zijn hier vanuit zakelijke interesse. Gelukkig maar, want we zijn hier natuurlijk om circulaire business te gaan realiseren. Dus dat was ook wel wat ik hoopte. Gelukkig ook vanuit algemene interesse en een aantal studenten. Nou, ik hoop dat ik jullie vandaag goed door het verhaal mee kan gaan nemen. En daarom begin ik eigenlijk met waarom circulaire business. De kern of de essentie van waarom we hier eigenlijk zijn. Ja, als we kijken naar de transitie van de circulaire economie, dan zien we dat er veel adviesbureaus en consultancies eigenlijk hierover onderzoek doen en dat het jaarlijks bij kan dragen aan een economische groei van 4 biljoen euro voor het globale bruto binnenlands product in 2030. Met heel veel voordelen voor huisvesting en ook voedsel voor de 8,5 miljard mensen die bij ons op de aarde zullen gaan wonen in 2030. En ook de Europese Commissie ziet voordelen in de circulaire economie, zoals gereduceerde emissies met 70% en een toename van werkgelegenheid. 1 biljoen euro aan jaarlijkse besparing op materiaalkosten en 630 miljard euro toegevoegde waarde door levensduurverlenging van producten en materialen. In Nederland zelf, wat houdt dat dan in? TNO heeft berekend dat het zorgt voor 50.000 banen en 7 miljard euro van de Nederlandse economie. En dus ook die voordelen voor een schoner milieu en de voorzieningszekerheid van grondstoffen. En daarmee komen we uit op een besparing van ongeveer 100.000 kiloton
aan grondstoffen, wat nu ongeveer een kwart van de totale Nederlandse jaarlijkse invoer is van grondstoffen. Maar ja, heel veel adviesbureaus die kunnen dit allemaal schrijven en, en hier onderzoek naar doen, maar uiteindelijk de essentie van waar het om draait is hoe kunnen dan al die Nederlandse bedrijven die ofwel produceren ofwel goederen verkopen, dat die waarde gaan realiseren met hun eigen business. En die waarde die moet ergens vandaan komen, want waar elke vorm van waardecreatie plaatsvindt, moet een vorm van waardeverlies vooraf gaan. Dat kan een waardeverlies zijn omdat een bepaalde functie daar een vraag naar is en nog niet aan die vraag wordt voldoen. Maar dat kan ook waardeverlies zijn omdat er verlies is van bijvoorbeeld materialen. En dat brengt ons eigenlijk op de vraag, waar zit dan die waarde en dat waardeverlies van jouw product in de keten? Die vraag wil ik jullie in meenemen in het onderdeel van waardeverlies naar circulaire kans. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik benieuwd of het voorgaande verhaal helder genoeg was of dat jullie daar nog vragen over hebben. Dan is dit het moment om daar een vraag over te stellen. Ik zag wel een vraag over de polls die het niet goed deden. Die werkte dus niet goed in de mobiele versie. En dan gaan we door. Waardeverlies. En waar zit die waardeverlies dan? Met Circo maken we gebruik van de waardepiramide. En wat we op deze waardepiramide zien, is dat je aan de linkerkant van de piramide ziet dat er continu waarde wordt toegevoegd. Zo worden er grondstoffen gedelft, er wordt energie gebruikt. Uiteindelijk worden producten gefabriceerd, geassembleerd, vindt er een stukje retail plaats, totdat het eindproduct uiteindelijk bij de gebruiker of consument terechtkomt. Vanaf het moment dat het product bij de consument terechtkomt, vindt er een vorm van waardeverlies plaats. Want het product slijt of gaat kapot en dat zorgt er eigenlijk voor dat die waarde steeds sneller verloren gaat. En dat brengt ons eigenlijk bij de vraag wat er gebeurt met jouw product nadat het verkocht is. Of nadat het voor de eerste keer van hand gewisseld is van verkoper naar koper. En juist in dat moment dat er een product wisselt van eigenaar en er dus waardeverlies plaatsvindt, schuilt er een kans voor nieuwe business. En die nieuwe business die kan juist gerealiseerd worden met circulair design. Dat is namelijk het volgende. Eigenlijk al die verschillende momenten dat er slijtage plaatsvindt of dat een product stuk gaat, is er een moment dat waarde behouden had kunnen worden. Bijvoorbeeld met het aanbieden van het repareren van het product of onderhouden. Een product kan soms nog wel twee keer hergebruikt worden. Gereficeerd, geherfabriceerd en uiteindelijk kan een product gerecycled worden. Voor heel veel producten ziet dat waardeverlies en waardegebruik er eigenlijk heel anders uit. Daarvoor gebruik ik het volgende voorbeeld. Bijvoorbeeld voor een auto, een mobiele telefoon of een t-shirt. Ook die hebben een eigen waardepiramide. En die waardepiramide kan ook berekend en uitgezocht worden. Dus iedereen kent het voorbeeld wel van een auto. Zodra je een auto koopt in de winkel, in de showroom, nog geen 5 minuten later verliest de auto 20% van zijn waarde. Terwijl het dezelfde functie vertegenwoordigt als dat bezit. Maar dat is puur gebaseerd op dat een auto verwacht wordt dat hij gaat slijten. En dat die naslijtage minder waard is dan dat die nieuw vanuit de fabriek vandaan komt. Een andere opvallendheid is bijvoorbeeld die mobiele telefoon. Mobiele telefoons zijn hele hoogwaardige technische producten. Wat we zien is dat de materiaalkosten van zo'n telefoon ongeveer 1,50 pond, dat hier uitgedrukt is. Maar dat die telefoon zelf voor 600 pond de winkel verlaat. Als je dan kijkt naar de recyclewaarde, dan kom je uit op een 70 cent voor zo'n mobiele telefoon. Oftewel, er is een heleboel waarde in de reuse, dus in het hergebruik van zo'n mobiele telefoon. En ook in de onderdelen van die telefoon zelf, die een stuk groter is dan de recyclewaarde. Dus dan kan je je gelijk afvragen, heeft het nut of veel nut om mijn tijd en energie te besteden aan recycling? Of kan ik die beter inzetten in bijvoorbeeld het hergebruiken van onderdelen of producten?
Nou, we zijn binnen Circo niet de enige die hier onderzoek naar doen. Zo zijn er eigenlijk ook andere R-waarden die gevonden kunnen worden. De provincie Overijssel heeft hier onderzoek naar gedaan voor high-tech radarsystemen en voor landbouwsystemen, voor landbouwmachines. En dit is eigenlijk een inschatting dat van wat iets waard is na het eerste moment van verkoop. En zo zie je eigenlijk dat ook na hergebruik, dus die reuse-waarde, een waarde is voor bijvoorbeeld reparatie, een waarde is voor remanufacturing. Dus dat zo'n waardeketen er eigenlijk nog breder uit kan zien dan slechts alleen de onderdelen van het product en uiteindelijk die materiaalwaarde van het product. En ook met Circo zijn we hier verder dieper op ingedoken, want dat brengt ons eigenlijk op de vraag welke producteigenschappen een belangrijke rol spelen in die verdeling van die waarde en hoe die waardebepaling nou precies tot stand kan komen. TNO die heeft daar een methodiek voor ontwikkeld en dat heet de circulaire vingerafdrukmethodiek. Wat die methodiek eigenlijk doet is, TNO heeft het eigenlijk gebruikt om de waardebepaling vast te stellen van een aantal grotere macro-economische productcategorieën. Dus ze hebben bijvoorbeeld gekeken van wat kan de circulaire economie toevoeging zijn voor bijvoorbeeld de maakindustrie in vorm van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Wij hebben dit eigenlijk vertaald naar een productwaarde. Dus hoe vertalen die producteigenschappen zich uiteindelijk in een productwaarde? En wat we dan zien is dat er eigenlijk 10 belangrijke producteigenschappen zijn, en dat zijn deze 10 die je hier op de slide zien, die een belangrijke rol spelen in circulaire waardecreatie. Om dieper op die 10 in te gaan, is als voorbeeld de technische levensduur van een product. Zo kan een product met een hele hoge technische levensduur bijdragen aan circulariteit. En dat is omdat een product met een hoge technische levensduur in zijn gebruiksfunctie langer gebruikt kan worden en dat het dus de waarde over een lange tijd behouden blijft. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld een hele lage technische levensduur, een hele korte technische levensduur, ervoor kan zorgen dat een product snel zijn waarde verliest. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het prijs per artikel. Zo kan een product heel erg duur zijn, wat kan bijdragen aan het vorm dat iemand zuinig met het product omgaat. Maar zo kan een product ook heel erg goedkoop zijn, zoals bijvoorbeeld die plastic bekers hier op de foto. Wanneer een product relatief weinig waarde vertegenwoordigt, is het heel moeilijk om die waarde maximaal en optimaal hoog te houden. En dan om een derde te noemen is de repareerbaarheid van een product. Als een product moeilijk te repareren is, bijvoorbeeld omdat het aan elkaar gelijmd of gelast is, dan zie je dat die waardebehoud lastiger te behouden is. Terwijl als een product makkelijker te repareren is, bijvoorbeeld omdat het uit losse onderdelen bestaat, kan een product makkelijker en beter zijn waarde behouden. En zo zijn er eigenlijk nog 6 andere producteigenschappen die ofwel een positieve bijdrage hebben aan de kans op circulariteit ofwel een negatieve bijdrage. Nou, hoe kun je deze waarde uiteindelijk inzetten om de circulaire business voor jouw bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen te realiseren? En voordat ik deze vraag verder met jullie doorneem, ben ik eigenlijk benieuwd of het verhaal van de producteigenschappen helder was. Dan wil ik u een gelegenheid bieden om wat vragen te stellen in de chat. Nou, het lijkt erop dat dat helder was. Want eigenlijk willen we nu van de circulaire kans die we zojuist geïdentificeerd hebben naar circulaire business potentie. Ik zie een vraag van een Marien of ik de in te plannen behoefte kan toelichten. Ja, sommige producten zijn heel goed in te plannen. Bijvoorbeeld het gebruik van een auto. Maar er zijn ook producten, zoals bijvoorbeeld koelkasten, die lastiger in te plannen zijn, omdat ze een continue rol of functie spelen in het dagelijks leven. Waarschijnlijk, als je heel theoretisch nadenkt over een koelkast, dan zou zelfs dat beter in te plannen zijn. Want je eet op bepaalde momenten, maar daar zit een bepaald onderscheid in. En wanneer een product goed in te plannen is, dan betekent het dat het product waarschijnlijk gedeeld kan worden en dat er dus een mogelijkheid ontstaat om productdeelsystemen toe te gaan passen, waardoor je optimaal kan gaan gebruiken van een product
En dat er, wat er weer voor zorgt dat je dus met dezelfde materialen meerdere functie en toegevoegde waarde kan creëren. Als dat de laatste vraag was, dan ga ik door van die kans naar potentie. Ik krijg nu nog een vraag van Diederik. Moet je de technische levensduur niet per product onderdeel bekijken? Ja, dat is een goeie. Dat kun je zeker per product onderdeel bekijken. En zeker als je dieper ingaat op de producten, dan zal je dat moeten doen. Het gebruik van energie, water. Hoe verhoudt de prijs per artikel zich ten opzichte van de vingerafdruk? De prijs is ook een marktstrategie voor bedrijven. Gaan we voor de laagste prijs of juist niet? Hetzelfde product kan dus duur of goedkoop zijn. Dat klopt. Daar komen we denk ik later in het verhaal op terug. Want een hoge prijs kan bepalend zijn in hoe iemand met een product omgaat. Een lage prijs kan daarnaast ervoor zorgen dat het een drempel is, waardoor juist meer bedrijven met jou in zee gaan. En door daar een circulaire propositie aan te koppelen, kun je ervoor zorgen dat je het product lang kan houden en kan gaan gebruiken. Adaptiviteit. Sommige producten zijn adaptief, dat wil zeggen dat je ze kan upgraden. Als een product kan worden geüpgrade, dan biedt dat een extra gelegenheid of kans waarop je door kunt gaan naar circulariteit. Ik wil eigenlijk deze producteigenschappen en die vertaling van kansen gaan toepassen op twee uitgewerkte best practices. Eén daarvan is Landel, een OT-design met een bank. En de andere is Schelde Exotech. En zij maken chemische reactoren en opslagtanks in de maakindustrie. Landel en OT-design. Nou, wat we zien is dat meubilair in vakantieparken vaak heel intensief gebruikt wordt. Een bank heeft daardoor in die industrie ongeveer een levensduur van 7 jaar. En soms zelfs eerder. Die banken die zijn nu op dit moment zo gefabriceerd dat ze volledig verlijmd zijn en geniet. Een reparatie is daardoor best wel duur en recycling is moeilijk. En het was een wens vanuit Landel om uiteindelijk te gaan kijken hoe zij hun grondstoffenverbruik konden reduceren tegen een kosteffectieve manier. Als we dan kijken naar die waardepyramide en de opbouw van waarde, dan is dit in eerste instantie de waardeverdeling die je ziet. Oftewel, waarde wordt toegevoegd in de vorm van energie en materialen en arbeid. Dat leidt uiteindelijk tot de huidige verkoopwaarde. En daar komt een stukje design, marketing, et cetera bij. Wat ons uiteindelijk brengt op de recyclewaarde. Maar als je wat verder onderzoek doet, dan zie je eigenlijk dat een bank vaak tweedehands nog verkrijgbaar is op Marktplaats. Ook zijn er veel meubelmakers die er een business van hebben gemaakt om een bank te gaan reviseren en een refurbished waarde toe te voegen en die bank opnieuw in de markt te zetten. Sommigen zijn handig en besluiten dat ze de componenten kunnen hergebruiken. En uiteindelijk zit er nog een ander stukje waarde aan. Oftewel, die bank vertegenwoordigt veel meer waarde dan alleen de waarde van het product zelf en die recyclewaarde. Als je dan kijkt naar die eigenschappen van dat product, dan zie je dat ondanks dat de bank verlijmd is en ondanks dat het geniet is, dat het nog steeds repareerbaar is. Er staat wel tegenover dat het een redelijk arbeidsintensief proces is. Dus dat het een erg dure bank zou moeten zijn, wil je dat uiteindelijk toe gaan voegen. Daarnaast zijn banken vaak gevoelig voor modetrends. En zie je dat mensen om de zoveel jaar hun interieur willen verwisselen omdat ze mee willen gaan met hun tijd. Wat je dan ziet is dat eigenlijk dit uiteindelijk de businesspotentie is waar dus waardeverlies is. Want dit is uiteindelijk waarde van tweedehands waarde tot en met repurpose waarde waar uitgeput kan worden. Omdat die bank dus na 7 jaar op zijn einde van zijn levensduur zit en volledig gelijmd is, is die waarde dus moeilijk te benutten. Wel is het mogelijk, het is gewoon lastig.
En juist in dat verlies geldt een kans voor nieuwe business. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Schelde Exotech met grote chemische reactoren en opslagtanks. Dit zijn vaak kwalitatief heel erg hoogwaardige producten. Het vergt heel veel maatwerk om zo'n tank te realiseren en er zit een hele hoge prijs aan. Voor sommige bedrijven zijn ze zelfs te duur om uiteindelijk nieuw aan te schaffen. Als we dan kijken naar de waardeketen, dan zien we eigenlijk een soortgelijke verhouding. Je ziet over de hele levensduur van zo'n opslagtank dat er verschillende vormen van waardecreatie plaats kunnen gaan vinden. Er zijn tweedehands tanks verkrijgbaar. Er zijn een hoop partijen die gereviseerde opslagtanks aanbieden. Sommigen verkopen losse onderdelen om die tanks te kunnen onderhouden. Oftewel, daar is vindt eigenlijk een hele markt plaats. Als je nou kijkt naar die producteigenschappen van dit type tanks, dan zie je dus dat ze een hoog technische levensduur hebben, er een zeer hoog prijskaartje aan zit, dat de behoefte om het product in te plannen, die is lastig. Als jij een opslagtank hebt, dan is daar een reden voor, namelijk opslag. Je zou kunnen beargumenteren dat je die opslag eventueel kunt gaan delen. Dat kan waarschijnlijk op een industrieel park, maar dat is in eerste opzicht lastig te realiseren. Recycleerbaarheid is hoog, dus het product heeft een hoge materiaalwaarde. En die materiaalwaarde die kan herbenut worden, want vaak bestaat dat uit een bepaalde type staal. Wel is het heel arbeidsintensief om zo'n product te gaan onderhouden. Nou ja, producten hebben dus eigenlijk een zeer hoge prijs. En voor veel consumenten zijn ze dus te duur om nieuw aan te schaffen. En dus ook dat verlies van waarde is eigenlijk een kans voor business. Maar dat brengt ons eigenlijk gelijk op de volgende vraag. Welke aansluitende businessmodellen kunnen dan worden ingezet om die waarde te benutten met circulaire business? En dit is gelijk ook het moment ook weer om een vraag te stellen waar we op in kunnen gaan. De aanleiding van het voorgaande. Ik zie van Iris waar ze meer van dit soort cases kan vinden. Deze cases zijn allemaal openbaar gepubliceerd in de kennisbank van Circo. Dus van maakindustrie tot en met kunststoffen. Eigenlijk in elke sector zijn er wel verschillende voorbeelden te vinden, waarbij eerst het probleem wordt besproken en vervolgens de oplossing die het bedrijf heeft aangedragen. Dan het verschil van de vraag van Petra: wat is het verschil tussen primaire grondstoffen en de componentwaarde? Primaire grondstoffen worden gewonnen of gedolven uit een mijn. Nadat die grondstoffen gedelft worden, moet daar een stukje waarde aan toegevoegd worden, bijvoorbeeld door arbeid of door het gebruik van machines om wel producten om te smelten en te gieten in een bepaalde vorm. Zo kom je uiteindelijk op een component die gefabriceerd wordt. Dus er moet heel veel energie, water, arbeid toegevoegd worden voordat uiteindelijk dat component gerealiseerd wordt. Wat is het verschil tussen recycle en recover waarde? Vraag van Bram. Recover waarde is eigenlijk de waarde die het vertegenwoordigt als je een product gaat verbranden. En de recycle waarde is als je het als materiaal kunt hergebruiken. We zien bijvoorbeeld met biomassa, houtige biomassa stromen in Nederland, dat er nu een subsidie is voor de verbranding van houtige biomassa. Dat zorgt er eigenlijk voor dat de recover waarde met een subsidie kunstmatig hoog wordt gehouden. Hoger dan dus die recycle of reuse waarde, dus het hergebruiken van hout, waardoor heel veel hout in Nederland naar de verbrandingsovens toe gaat. En als dit de laatste vraag was, dan ga ik graag door met circulaire businessmodellen. Want hoe kunnen we dus van deze circulaire businesspotentie, oftewel dat waardeverlies en die kans die we zojuist geïdentificeerd hebben, dat toepassen in een circulair businessmodel? Circo maakt hier een onderscheid tussen vijf verschillende businessmodellen. Je hebt het klassieke duurzame model waarin je een hoogwaardig product aanbiedt en ervoor zorgt dat het product een lange levensduur heeft en dat voor een goede inkomstenbron zorgt.
dan is er het hybride model. Het hybride model combineert een hoogwaardig product met snelle toegevoegde producten die je kunt gebruiken. Denk aan bijvoorbeeld de capsules voor een Nespresso machine. Dus eigenlijk een toegevoegd product op jouw kernproduct. Dan heb je het tussenbatermodel. Je kunt als tussenbater eigenlijk inspelen op bepaalde type markten door zelf diensten of services aan te bieden om een product terug te winnen. Dus bijvoorbeeld met koop-terugkoop systemen, het opknappen van producten en weer doorverkopen. Of het repareren en het aanbieden van reparatiediensten. En dan zijn er nog het prestatie- en toegangsmodel. En het prestatiemodel, daarin verkoop je niet meer het product zelf, maar verkoop je alleen de functie die het vertegenwoordigt. Dus bijvoorbeeld met een autorit gaat het om het aantal kilometers dat je kunt gaan rijden. En voor het toegangsmodel betekent het dat je op bepaalde momenten toegang kan krijgen om die kilometers te gaan rijden met een auto. En zo zie je eigenlijk dat deze vijf type businessmodellen stapsgewijs afnemen van product tot en met meer dienstgericht. En op die manier kun je eigenlijk toewerken dat een product een dienst vertegenwoordigt. En deze businessmodellen kunnen we eigenlijk ook visualiseren op die waardepiramide. En zo zie je eigenlijk dat het klassieke duurzame model, of het aanbieden van reparatiediensten of hybride model ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk waarde zo hoog mogelijk wordt behouden in die waardeketen. Dus bijvoorbeeld het aanbieden van een hoogwaardig product met een klassiek duurzaam model zorgt er dus voor dat er een hoge waarde binnen die waardeketen valt. Maar het tussenbatermodel speelt juist in op het hergebruiken, reviseren en herfabriceren van producten. Oftewel, dit businessmodel kijkt echt waar zit waardeverlies in die verschillende tussenstappen, waardoor je de gebruikswaarde van het product zo hoog mogelijk kan houden over een langere periode van tijd. En dan heb je het toegangs- en prestatiemodel. Toegangs- en prestatiemodel is eigenlijk een soort combinatievorm van al deze verschillende businessmodellen, gegoten in een andere propositie. Het toegangs- en prestatiemodel zorgt er eigenlijk voor dat je dus door het verkopen van bijvoorbeeld de prestatie van een product ervoor moet zorgen dat je het product zo lang mogelijk dezelfde functie kan verlenen. En dat kan bijvoorbeeld zijn door bijvoorbeeld componenten die een lagere technische levensduur hebben binnen het product te vervangen voor nieuwe componenten. Op die manier kun je dus eigenlijk zo over die hele waardeketen zorgen dat er waarde zo lang mogelijk behouden blijft. Maar om die waarde zo lang mogelijk te behouden, kan het zijn dat er designaanpassingen mogelijk zijn om de potentie van het waardeverlies nog beter te kunnen gaan benutten. Voordat ik daarop inga, wil ik nu hier de gelegenheid aanbieden om nog een paar vragen te stellen over de circulaire businessmodellen. Er was nog een vraag van Bente of dat recover staat voor energy recovery, oftewel energie halen uit verbranding. Dat klopt. Boy vraagt of ik een voorbeeld kan noemen van een toegangsmodel. Nou ja, naast het toegangsmodel dus voor auto deelsystemen maken we bijvoorbeeld ook in bijvoorbeeld de NS-fiets. Dat is eigenlijk ook een vorm van een toegangsmodel. Als je betaalt een bepaalde fee om een NS-bike toegang te hebben tot een NS-bike. Wanneer ik op het station aankom, en dat is de laatste paar dagen niet zo vaak, heb ik de mogelijkheid om een NS-bike te huren voor een korte periode. Andere vormen van toegangsmodellen zijn bijvoorbeeld, ik heb thuis geen, ik ga in mijn tuin betegelen. Om te kunnen betegelen moet ik de grond verevenen. Daar heb ik een machine voor nodig en die heb ik niet in mijn schuur staan in Amsterdam. Dus moet ik die gaan huren bij een bedrijf. Eigenlijk is dat ook een vorm van een toegangsmodel, dus het verhuren van producten. Nou, dan ga ik graag door naar de volgende slide, namelijk hoe we van zo'n circulair businessmodel eigenlijk kunnen gaan kijken naar welke herontwerpmogelijkheden er zijn om nog meer potentie te benutten. En hierin maakt
Circo onderscheidt tussen 6 verschillende ontwerpstrategieën. Ik ga niet al deze ontwerpstrategieën toelichten. Dat wordt in de tracks wel uitvoerig gedaan. Ik wil wel het voorbeeld geven dat het is mogelijk om een product demontabel te ontwerpen. Dat maakt het eigenlijk mogelijk dat je een product uit elkaar kan halen op een makkelijke manier, zodat er minder arbeid voor nodig is om een product uiteindelijk te repareren of een product onderdeel te vervangen, zodat je dus de levensduur van het product zo lang mogelijk kan gaan garanderen. Zo zijn er meerdere ontwerpstrategieën. En wat al deze ontwerpstrategieën eigenlijk bijdragen van product tot uiteindelijk componentniveau, is dat ze dus aan de linkerkant van die waardepiramide zorgen dat er dus een bijdrage plaatsvindt aan die 10 producteigenschappen. En die 10 producteigenschappen die kunnen weer ervoor zorgen dat een businessmodel beter benut kan worden. En dat dus meer potentie uit een product gehaald kan worden. Dan zijn hier nog vragen over. In dat geval ga ik door met hoe je dus van zo'n circulair ontwerp uiteindelijk over kunt gaan naar de realisatie van businesspotentie. Dat wil ik doen door eigenlijk de volgende twee vragen toe te gaan passen op de twee best practices die ik eerder noemde. Dus Lendl OT Design en de Schelde Exotech chemische reactoren en opslagtanks. Dus welke aansluitende businessmodellen kunnen nu worden ingezet om die waarde te benutten met circulaire business? En welke circulaire aanpassingen zijn mogelijk om de potentie van die waarde nog beter te kunnen gaan benutten? Nou, zoals we zagen met Lendl en OT Design gaan die banken dus voor een korte periode mee. Ze zijn volledig gelijmd en reparatie was duur. Dat had dus te maken ook met die eigenschappen van dat product. Zo was het lastig om het product te repareren. Zeer arbeidsintensief daardoor en nog steeds zijn banken vaak gevoelig voor modetrends. Lendl heeft er uiteindelijk voor gekozen om, of OT Design heeft ervoor gekozen om een aantal design aanpassingen te maken. Zo zijn ze afgestapt van het model waarbij de verschillende componenten zoals de stoffering en de vulling verlijmd waren met elkaar, samen met het frame van het bankstel, waardoor het product dus eigenlijk modulair is ontworpen. Dit heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het product door die modulariteit makkelijker repareerbaar is. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de arbeidsintensiteit die nodig is om het product, product zo hoog mogelijk waarde te kunnen laten behouden, dat het bespoedigt, zeg maar. Dus jullie zien ook op die grafiek dat ik het gearceerd heb. Dat is dan eigenlijk in potentie dus de waarde die nu benut kan worden door deze aanpassingen. Wat hebben ze uiteindelijk gedaan om die waarde te benutten? Lendl en OT Design zijn gaan kijken of ze onderhoudsdiensten zijn gaan kunnen aanbieden. Ze hebben daarnaast de aankoopwaarde van de bank met 15% verhoogd. Maar daarbij hebben ze wel gegarandeerd dat er minstens een dubbele levensduur van de banken plaatsvindt. Oftewel, ze geven aan dat die bank dus 2 keer zo lang mee kan gaan. Waardoor je dus dezelfde functie van die bank over een 2 keer zo lange periode en dus dezelfde materialen over een 2 keer zo lange periode kan gaan gebruiken. Daarnaast bieden ze middels het tussenbatenmodel verschillende componenten aan. Het kan zijn dat een bepaalde stoffering uit de mode raakt. Doordat ze deze stoffering eraf kunnen halen met een klittenbandsysteem, kunnen ze nieuwe stofferingen aanbieden en ervoor zorgen dat die bank in optimale conditie en ook met de modetrends mee blijft gaan. En op die manier hebben zij meer waarde gerealiseerd eigenlijk. Met Schelde Exotech zie je dus dat zij grote chemische reactoren maakten en opslagtanks. En eigenlijk door de kwaliteit en het maatwerk duurder zijn dan de gemiddelde concurrent die ze hebben. En sommige van hun klanten gaven aan dat eigenlijk het product te duur is om opnieuw aan te schaffen.
ook als we kijken naar die eigenschappen, dan zie je toch dat er een aantal eigenschappen waren, zoals die technische leefstuur en dat prijs per artikel, die er juist voor kunnen zorgen dat er een grote kans ontstaat voor circulariteit. Daarnaast is er een mogelijkheid om het product te gaan repareren. En eigenlijk zijn er verschillende modules in zo'n tank die vervangen kunnen worden. En met de toevoeging van die twee eigenschappen, of het zien van die twee eigenschappen eigenlijk alleen al, kan meer van die waarde die in de keten verdeeld zit benut worden. Schelde Exotech heeft het uiteindelijk als volgt gedaan. Zij hebben ten opzichte van Lendl juist ervoor gezorgd dat er een lagere aankoopprijs is ontstaan. Door die lagere aankoopprijs is de drempelwaarde voor nieuwe klanten om een nieuw product aan te schaffen lager geworden. Daarbij bieden ze een langere levensduur aan het product door reparaties als service aan te bieden aan de klant. Schelde ontvangt uiteindelijk een hogere marge op onderhoud en reparatiediensten. Dus door het product aan te bieden samen met een onderhoudscontract kunnen ze ervoor zorgen dat een klant langer gebruik kan maken van hetzelfde product. En uiteindelijk tegen een lager en beter concurrerend model ingestapt kan worden dan de concurrenten. Doordat de prijs dus lager is. Daarnaast bieden ze componenten op maat aan, wat ervoor zorgt dat wanneer er een specifieke klantbehoefte ontstaat, zij die klantbehoefte kunnen vervullen. Wat ze nog meer doen, is ze kopen hun oude producten op. Die reviseren zij. En in sommige gevallen voegen ze een high-tech component toe, waardoor het product voor een nieuwe prijs nog hoogwaardiger in de markt geplaatst kan worden. Tegelijkertijd reviseren ze het op zo'n manier dat het product ook weer een nieuw klantsegment, namelijk een klantsegment die een lagere aankoopprijs, nog lagere aankoopprijs lief heeft, kan gaan bedienen. Dus op die manier heeft Schelde eigenlijk ervoor gezorgd met circulaire business dat ze een groter klantbestand kunnen aanboren, een betere klantrelatie op kunnen bouwen en uiteindelijk een beter product voor een langere periode aan kunnen gaan bieden. Ik heb hier de vraag van Petra waarom Schelde niet heeft gekozen voor een lease-model. Dat is een hele goede vraag. Een lease-model is ook mogelijk. En ik weet persoonlijk het antwoord niet waarom zij voor een lease-model hebben gekozen. Die vraag zul je voor bij Schelde moeten zijn. Als we dan die twee waardeketens naast elkaar laten zien, dan zie je eigenlijk dat het verschil en het relatieve verschil in waarde best wel meevalt. Oftewel een bank en een chemische reactor, ook al totaal verschillend en in twee totaal verschillende markten, kunnen via een soortgelijke benadering met een circulaire businessmodel aangepast worden. Wat dan ook opvalt is dat voor de bank een relatief meer designaanpassingen nodig waren dan voor de tanks van Schelde. Wat eigenlijk inhoudt dat je niet altijd een designaanpassing nodig hebt om uiteindelijk circulaire waarde te kunnen gaan benutten uit een product. Soms kan het zijn dat jouw product eigenlijk al de juiste eigenschappen heeft om daar een circulair businessmodel op te gieten. Wat dus betekent dat je eigenlijk op je huidige product meer kunt verdienen door een circulaire propositie aan te gaan bieden. En nu wil ik eigenlijk, ik zie dat er een aantal vragen binnenkomen, dus de gelegenheid ook bieden om die vraag te stellen. Ik zie van Heidi een antwoord: bij lease zou Schelde eigenaar blijven en heeft ze dus een veel grotere kapitaalbeslag en wellicht was dat de reden. Dat zou een reden kunnen zijn. Nina, waar ligt de repurpose waarde van de Schelde units? Repurpose waarde is eigenlijk een apart geval. Zo heb je bijvoorbeeld in het geval van pallets, dat pallets ook weer gerepurposed worden en ingezet kunnen worden om daar een palletbank van te maken. Dan maak je eigenlijk gebruik van de functionele eigenschappen van een pallet en vertaal je die naar een nieuw product. En dat is wat die repurpose waarde vertegenwoordigt. Zo kan Schelde Exotech en kunnen de ketels van Schelde Exotech waarschijnlijk gebruikt worden in bijvoorbeeld kunstwerken. Maar zijn er waarschijnlijk ook een heleboel nuttige toepassingen die bedacht kunnen worden. Vaak
is dat een waarde die op Marktplaats bijvoorbeeld te vinden is. Dan een opmerking over leasewaarde. Lease vraagt vaak flinke voorfinanciering en anders omgaan met registreren van eigendom op de boeken. Moet passen bij het bedrijf, wellicht kan dit op termijn optie komen. Ik denk eigenlijk wel een hele goede opmerking. En dat is eigenlijk ook waar het verschil soms zit tussen hoe bedrijven eigenlijk omgaan met circulaire business. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld twee bedrijven precies hetzelfde product produceren, maar dat ze uiteindelijk voor een totaal andere circulaire strategie kiezen om dat product dus een langere levensduur te geven. En dat kan voortkomen uit de expertise die een bedrijf heeft opgebouwd, die dus verschilt van bedrijf tot bedrijf. Dus het is altijd, wanneer je nadenkt over welk circulair businessmodel past bij mij, ook wat is de visie en de uitstraling die je als bedrijf wilt hebben, en wat is de klantrelatie die je op wilt bouwen, om uiteindelijk tot een gewogen beslissing te komen. Nu hebben we dit eigenlijk ook voor andere producten uitgewerkt. Zo zien we links Kloekner Metals. Kloekner produceert metalen gevelprofielen. En deze metalen gevelprofielen die zitten vaak verankerd in beton. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat veel van de waarde van zo'n gevelprofiel niet herbenut kan worden. Zij zijn uiteindelijk na deelname van de CircoTrack toe aan het werken naar gevel-as-a-service systemen. En met die gevel-as-a-service systemen zijn ze gaan kijken van, kunnen we onze metalen gevels zo ontwerpen dat het uit verschillende componenten bestaat, uit elkaar gehaald kan worden en opnieuw ingezet kan worden. Door verschillende componenten in plaats van aan elkaar te lassen, los van elkaar te ontwerpen, kunnen ze ook reparatiediensten aanbieden en bepaalde versleten componenten herstellen. Daarnaast maken ze gebruik van een take-back systeem volgens het tussenbatermodel en halen ze dus met een koop-terugkoopgarantie die gevelprofielen terug en werken ze dus nu toe naar een gevel as a service, zodat ze dus uiteindelijk een gevel als dienst kunnen gaan verkopen aan een klant. Ook hebben we zo'n voorbeeld uitgewerkt voor de pallets van Schuler Aliberg. Zo zijn pallets, die bestaan vaak uit één component, namelijk de pallet zelf, zeker plastic pallets, die worden gegoten op een bepaalde manier. Die worden heel intensief gebruikt voor het vervoeren van allerlei verschillende producten en materialen. Waardoor er dus eigenlijk vaak door die slijtage een pallet in één klap kapot gaat en niet meer hergebruikt kan worden. De enige waarde die daardoor een pallet vertegenwoordigt, is de recyclewaarde van het plastic zelf wat in die pallet zit. Schuler Aliberg is gaan kijken van, kunnen we misschien toewerken naar een prestatiemodel? Een soort pallets as a service model. Dus dat je pallets in een pool als dienst aanbiedt. Door pallets dus in een pool aan te bieden, kunnen ze ervoor zorgen, en is er dus een stimulans om ervoor te zorgen dat die pallet zo lang mogelijk zijn waarde blijft behouden. Zo hebben zij een aantal modules van de pallet aangepast, waardoor dus de pallet modulair is opgebouwd met een soort ring die eerder knapt wanneer de draagkracht van die pallet wordt overschreden. En die vervangbaar te maken, hebben ze er eigenlijk voor gezorgd dat die pallet gerepareerd kan worden. En dat dus er een langere levensduur aangeboden kan worden met reparatiediensten. Dit zorgt ervoor dat die pallet dus in aanschafwaarde een hogere prijs heeft, maar uiteindelijk een lagere total cost of ownership. Dat betekent dat je dus als palletgebruiker minder betaalt voor de dienst als een pallet. Ook die componenten kunnen weer geleverd worden en ze bieden een bepaalde terugkoopgarantie op, waardoor er weer bij een volgende aanschaf van pallet bespaard kan worden op de materiaalkosten. Wat je eigenlijk overal ziet tussen die vier verschillende sectoren, is dat dus die waardeopbouw per sector en zelfs binnen een sector per product sterk kan verschillen. Dat samen met eigenlijk je bedrijfsvisie en hoe je je bedrijf hebt opgebouwd, kan er dus voor zorgen dat je er uiteindelijk voor kiest om een ander type circulair businessmodel en een ander type designstrategie toepast
om uiteindelijk de waarde van je product zo lang mogelijk te blijven behouden. Zo zie je dus bijvoorbeeld in de pelletindustrie dat de grondstofwaarde eigenlijk relatief hoog is ten opzichte van de grondstofwaarde van de Kloekner metal schevelprofielen. En als we dan teruggaan naar die waarde van bijvoorbeeld die bank, dan zie je dus dat zo'n bankstel in materiaalwaarde relatief laag is ten opzichte ook weer van zo'n pallet. Dus zo kan het per sector en ook per product verschillen wat nou de beste strategie is of manier van toevoegen van waarde en het waarde van een product zo lang mogelijk te behouden. En dan wil ik, voor we verder gaan, jullie weer de gelegenheid bieden om hier vragen over te stellen. Ik krijg een vraag van Diederik. Zijn er goede kwantitatieve rekenmodellen beschikbaar voor de diverse waardesoorten, zowel voor het lineaire as in het product to be? Die vraag ga ik eigenlijk met de volgende slide zo beantwoorden. Dus als iemand nog een andere vraag heeft specifiek over dit model, dan kunnen we het hebben over kwantitatieve rekenmodellen. Ja, dan denk ik dat dit het moment is om daarop in te gaan. Circo biedt namelijk heel veel mogelijkheden om zelf hiermee aan de slag te gaan. Er is een kennisbank en heel veel uitgebreide best practices, waaronder dus deze vier die ik zojuist heb toegelicht, die zijn vindbaar in deze kennisbank. Daarnaast zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het ontwikkelen van een analysemodel. Met het analysemodel kun je eigenlijk in drie stappen de potentie voor circulaire business verkennen. Om het een kwantitatief rekenmodel te noemen, dat vind ik een groot woord. Het is echt een analysemodel waarbij je op basis van enkele kengetallen een eerste inzicht kan gaan krijgen in waar zit de waarde voor mijn product nou en hoe is die beschikbaar. En op basis van de eigenschappen van mijn product en die waardeopbouw van mijn product geeft het analysemodel je een output of resultaat. En aan dat resultaat kun je eigenlijk zien welk circulair businessmodel is er voor mij mogelijk. Daarnaast biedt het analysemodel, wat opgebouwd is vanuit Excel, een extra mogelijkheid. En dat is dat je ook kunt kijken, als je dus je lineaire product in kaart hebt gebracht, wat is nou de toegevoegde waarde van als ik mijn product circulair ga herontwerpen? Het model biedt dus de toepassing dat je bepaalde producteigenschappen kan gaan wijzigen. En door die te wijzigen kun je inzicht krijgen in welke nieuwe businessmodellen dan mogelijk worden. En tegelijkertijd ook hoe je dus meer waarde kunt gaan creëren door een designaanpassing te maken in je product. Daarnaast geeft het enkele economische waarde weer. Oftewel, als jij 10.000 producten produceert en jouw product heeft een grote kans op circulariteit. Daarnaast kun je identificeren wat de waarde is over die waardeketen. En worden er enkele tips gegeven van waar je die waarde kunt vinden. En kun je eigenlijk op die manier kijken van, oké, wat is mijn economische potentie? Dat is niet een soort garantie dat je die waarde kunt gaan krijgen en dat die waarde daadwerkelijk bestaat. Maar het is wel een indicatie van wat zijn nou de eigenschappen waar je naar moet kijken om over te stappen op circulaire business. Het laat dus ook zien met je huidige producten of er al waarde mogelijk is. Het kan zijn dat je als bedrijf zijnde dus nog niet de mogelijkheid hebt om een product direct te gaan herontwerpen, dat je niet die designkwaliteit in huis hebt. Dat hoeft dus ook niet. Je kunt dus eigenlijk al zien of er op je huidige product al mogelijkheden zijn voor circulaire business. Er is een vraag van AMS. Er wordt vooral gesproken over economische voordelen. Zijn er naast deze voordelen ook maatschappelijke, sociale voordelen en nadelen? Ja, dat is eigenlijk de kern van de circulaire economie. Is dus wanneer jij een product kunt aanbieden
met een langere levensduur, dan betekent dat dat alle energie, alle vormen van water en dus alle daarmee gepaarde CO2-uitstoot, verlies van biodiversiteit, bespaard worden. Omdat je er bijvoorbeeld in het geval van een bank die 7 jaar meegaat en 15 jaar meegaat, niet 2 keer zoveel banken hoeft te produceren, maar eigenlijk maar 1 bank die 15 jaar meegaat. En wellicht wat componenten moet produceren om die bank en die levensduur van die bank zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast biedt Circo het altijd aan om te kijken naar bijvoorbeeld biobased materialen. En dat je dus ook aan die voorkant en in die keuze van bepaalde materialen ervoor kan zorgen dat die waarde behouden kan blijven. Zo kun je er ook bijvoorbeeld een toepassing hebben dat je voor materialen kiest die niet gerecycleerd kunnen worden. Wanneer je dat doet, is het niet meer mogelijk om de recyclewaarde van die materialen terug te halen aan het einde van de levensfase van een product. Dus door producten zo lang mogelijk in leven te houden en zo hoog mogelijk een functie te kunnen laten vertegenwoordigen, draag je eigenlijk bij aan een reductie van CO2-uitstoot en gebruik van materialen. Daarnaast zijn er dus ook kansen voor werkgelegenheid. Dus door reparatiediensten aan te bieden, daar is een bepaalde skillset voor nodig, wat weer kansen heeft voor een nieuwe vorm van banencreatie. Zijn er nog vragen over de kennisbank of best practices of het analysemodel? Het analysemodel wordt beschikbaar gemaakt vanaf maandag op de Circo kennisbank. Daar zullen jullie later ook meer over nagestuurd worden. Nou, dan wil ik eigenlijk door naar de laatste slide en dan wil ik Linda weer het podium geven. Ja, dankjewel Jona voor dit wat mij betreft boeiende verhaal. Ook tijdens de Circle Tracks die wij met z'n groep trainers begeleiden, komen wij vaak verborgen business cases tegen. En je hebt daar van alles over verteld, hoe je die kan vinden en welke kansen dit biedt. Zoals jullie gehoord hebben, heeft Jona ook de verschillende circulaire businessmodellen aangestipt en ook de verschillende circulaire ontwerpstrategieën. Wil je daar veel meer over weten en wil je daar veel meer mee experimenteren en geïnspireerd worden en met je eigen product aan de slag? Dan kan dat in de Circle Tracks die wij organiseren vanuit Circo. Die organiseren wij vanuit de 3 sectoren, maakindustrie, kunststoffen, bouw en consumentengoederen. Dat zijn tracks van 3 dagen. En in die 3 dagen gaan wij de keten die relevant is voor jouw product, gaan we net als Jona net liet zien, die gaan we visualiseren en uitzoeken. Waar zit in deze keten nou het waardeverlies? Waar zitten ook de kansen om juist waarde en circulaire waarde te gaan benutten en te gaan creëren? Daarnaast, de Circle Tracks zijn vooral gericht op producerende bedrijven. We hebben ook Circle Classes. Dat is een eendaagse class. Die zijn vooral gericht op de creatieve professionals, ontwerpers en architecten. Die ook in die dag aan de slag gaan met deze principes. Nou, inmiddels hebben wij als team trainers over heel Nederland verspreid. Hebben wij volgens mij momenteel al bijna 1300 bedrijven een stap verder geholpen. En daarnaast is er ook een team binnen ons, binnen Circo actief om trainen om al dit gedachtegoed uit te rollen in het buitenland. En om daar samenwerkingen aan te gaan en daar ook deze methodiek verder uit te rollen. Dus mocht je meer willen weten over de Circle Tracks of de Circle Classes, dan wel over de strategieën daarachter. Bekijk onze website, daar staan ze allemaal op. Of zoek even contact via de website, dan kunnen wij daar op terugkomen. Verder zoals Jona al zei, aanstaande maandag zal het analysemodel, maar ook deze video van dit webinar en ook de presentatie zal gedeeld worden via de kennisbank. Sowieso een tip om daar eens rond te wandelen. De kennisbank is recentelijk vernieuwd, dus daar staan allerlei interessante artikelen op die gaan over circulaire business en circulair ontwerp. De mensen die nu in dit webinar zitten, die zullen wij ook persoonlijk een e-mailtje sturen om hen te attenderen op het moment dat alle content beschikbaar is op de kennisbank.
Ja, dat brengt ons aan het einde van dit webinar. Ik weet niet, Jona, of er nog vragen binnenkomen. Ja, misschien als er nog vragen zijn over ofwel Circo en de tracks en classes van Circo, ofwel over de presentatie van zojuist, dan denk ik dat het een goed moment is om die te stellen. Ja, deze presentatie komt dus ook op de Circo kennisbank te staan. Vraag van Tomef. Waar? Dat is op de website van Circo.nl. Staat als het goed is een linkje kennis, zo uit mijn hoofd. Een uitklapschema en daar is het te vinden. Ja. Ja, op de website vind je de kennisbank, maar alle content van dit webinar zal ik ook via mail iedereen persoonlijk even toesturen. Of een linkje waar je het kan vinden. Dan de vraag. Wat is de gebruikelijke route? Begin je met een product of op organisatieniveau met nieuwe businessmodellen? Dat is een hele goede vraag. Het is een beetje een kip of ei verhaal, denk ik. Ik denk dat vanuit mijn mening beide manieren mogelijk zijn. Dat er niet echt een beste vorm is. Je kan bijvoorbeeld argumenteren dat door met een nieuw product te beginnen, je organisatie mee kan krijgen in nieuwe businessmodellen. En kunt experimenteren daarmee. Maar je kunt ook denken, we gaan beginnen met een nieuwe organisatieslag. En vanuit die nieuwe organisatiegedachte nieuwe business en circulaire producten ontwerpen. Ik weet niet of Linda daar nog een aanvulling op heeft. Nee, lijkt me. Jouw antwoord was prima, Jona. Oké. Okay. Het is inderdaad een soort van kip-ei verhaal. En iedere situatie is anders. En aanvliegroutes dus ook. Dus beide aanvliegroutes zie je in praktijk ook echt plaatsvinden. Alright, volgens mij zijn de belangrijkste vragen beantwoord, Jona. Ja. Brengt ons bij de afronding van dit webinar. Enorm bedankt voor al jullie aanwezigheid. En we hopen jullie weer terug te zien bij een volgend webinar of op andere plekken, tracks, classes, kennisbank, in het circulaire wereldje. Dus veel plezier en succes met al deze kennis en business. Tot een wellicht volgende keer. Dank jullie wel. Yes, bedankt.